en licht op groen. En ze vertrekken goed. En als eerste duikt de bocht in Arnie Elzinga. Van buitenop komt Joey van Damme uit Oekunde. Ligt nu op een derde plaats. Voor hem kan het nog net zo te zien Gert Tilman. Maar we zien dat als ze hier op start en finish komen. De leider is Arne Elzinga uit Sint-Johannesga. Dan is het Gert Polman, dan de 9e Rick Jalma en dan de 4 van Joey van Damme. En als laatste de 8 Jeffrey Hoppersma. Toch een 4e plaats in de eerste stoelen en nu heel ver achter en volgens mij technische problemen. Hij kijkt achteruit. Nou, Arne. Rick Jalma. En dan dat gewicht onder aanvoering van Gert Polman. De vlag achter hem, Joey van Damme. Nou, dat is nog duidelijk te wisselen. En daar komt Joey, gaat binnen door. Kijk gewoon, hier kan ik passeren. En dan pakt hij mooi een derde plaats. Hij had in de eerste serie een tweede plek. Nu is het nog steeds Arne Elzinga. Dan is het Rick Jalma. Dan is het Joey van Damme. En dan is het Gert Polman. En daar weer achter de 38, Robert Hamminga uit Finale. De man die een thuiswedstrijd rijdt, hier in de Vries. Laatste meters en we noteren wederom de 3 van Arne Elzinga, de 9 Rick Jalma, de 4 Joey van Damme, de 95.